De Rotterdamse dierenarts voor de Minima heeft het drukker dan ooit. Ook baasjes met een laag inkomen willen het beste voor hun dier. Ik ben er echt heel blij mee. Ik heb ze van mijn vader heb ik ze gehad en mijn vader is overleden. En ja, ik heb er toch nog iets. Ik ga de hechtingen verwijderen. Dit hondje is 2 weken geleden. Geopereerd aan melkliertumoren. Ook hier is de economische crisis merkbaar. Er wordt nagedacht over een derde spreekuur, maar ook aan kennisoverdracht aan reguliere dierenartsen. Ja, op dit moment kunnen we het nog aan, maar we merken gewoon dat het drukker wordt. We krijgen geregeld vragen van onze eigen collega's van, joh, hoe doen jullie dat nou? Wij zitten zelf ook aan te denken om zoiets op te zetten, want wij merken ook dat mensen het een beetje in een lastig pakket zitten. Want ook huisdieren van mensen met een smalle beurs krijgen de meest onverwachte kwalen en aandoeningen. Ze heeft een bal aan de achterkant bij de, bij de muts en die groeit. Wat bent u eraan kwijt? Verleden keer was het met de biops en het consult 70 euro. En we zijn grof genomen ongeveer de helft goedkoper dan een gewone dierenarts. En daarom doen we ook wel controle. Het is niet de bedoeling dat mensen die wel gewoon kunnen betalen ook hier terechtkomen. De kwaliteit van de dierenarts hier is zo hoog dat ook de niet-minima, de minimax, inmiddels weten te vinden. Alleen krijgen zij geen korting. Merkt u verschil met, laten we zeggen, een gewone reguliere dierenarts? Ja, dan nog niet. Ik ben hier net 10 minuten binnen, maar het is nog exact hetzelfde. Ja, we kunnen niet daarin discrimineren. Iedereen is bij ons welkom, maar het grote doel van de Minimax is toch om de Minima te helpen.